achtergrond erbij. Heb je een beetje bibliotheek? Ja. Overal door het gebouw staan collega's en die vertellen een beetje over de werkzaamheden. Sinds 2011 zit de VVV bij ons hier in het gebouw. Tegenwoordig heet het Toerist Info, omdat we niet meer aangesloten zijn bij de landelijke VVV-keten. Verder heeft dat inhoudelijk voor de klant is dat geen verschil. Over de wand. En dan wordt het gesorteerd al in de bak waar het wel afweer niet gaat. Ja. Ja. We hebben al dezelfde boeken uit de bak opgevraagd en dan wordt het door onszelf. Dus, dan weet je, ja. En wij zijn aan Taalpunt in 2013 begonnen. Er zijn meer bibliotheken die zo'n taalpunt hebben. Dat is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dan hebben we het echt over volwassenen. Want in Nederland zijn circa 2,5 miljoen mensen die toch een probleem hebben met taal, rekenen, digitale vaardigheden en komen niet mee in de samenleving. Dat is natuurlijk zonde. En om die groep er wel bij te houden, zijn overal in het land zijn allerlei cursussen gestart of 1-op-1 lessen. En wij werken samen in Almelo met Avedam Welzijn. Dat zijn de taalcoördinatoren die dit helemaal coördineren. Gemeente Almelo uiteraard, ROC van Twente. www.almelovoorelkaar.nl Ja. Is een digitaal platform waar vraag en aanbod op staat. Dus zeg maar, vrijwilligersorganisaties kunnen hun vraag daarop plaatsen. Als ze iemand een vrijwilliger nodig hebben voor een organisatie. En dat kan een sportvereniging zijn, dat kan een zorgorganisatie zijn, dat kan een scouting zijn, een club, de club bijvoorbeeld, het Stadsmuseum, het Wevershuisje, allemaal mensen die met vrijwilligen werken. Ik wou u wat vertellen over Boekstart. Heeft u er wel eens wat van gehoord? Van Boekstart? Nee. Boekstart heeft alles te maken met dit koffertje. Wanneer een kindje 4 maanden is, dan krijgen de ouders op het consultatiebureau een brief van de gemeente met het verzoek om het kindje lid te maken van de bibliotheek. Tot 18 jaar is dat gratis en wanneer ouders hier komen om hun kindje in te schrijven, dan krijgen ze dit koffertje cadeau en daar zitten altijd 2 boekjes in. En na een maand of 9, 10, dan zitten er weer andere boekjes in, zodat broertjes en zusjes niet hetzelfde hebben. Dit is dus een cadeautje. Waar kinderen met meer plezier te laten lezen op school. Wat er op school vaak gebeurde was dat daar stond een kast met boeken. En die stond er al heel erg lang. En ieder jaar mocht elke klas wel 1 of 2 nieuwe boeken uitkiezen. En die kwamen er dan bij, maar al het andere bleef ook staan. En kinderen die waren gewoon niet gemotiveerd meer om te lezen. Het zijn kinderen met een hoge intelligentie, maar een achterstand met begrijpelijk lezen. Ze worden op de basis van geselecteerd, rekenen een hoog niveau, begrijpelijk lezen minder. En dan worden ze hier aangemeld en dan krijgen ze hier taalonderwijs. Maar het is geweldig mooi om die kinderen les te geven, want ze zijn allemaal gigantisch gemotiveerd. Zij zijn gemotiveerd, de ouders zijn gemotiveerd, dus dat werkt dan heel fijn. Wat bedreigd? Sorry? Wat in die bedreigd? Ja, oh, helaas wel. In januari hebben we geen subsidie meer. Nee. Dus we zijn heel hard aan het werken om het toch te